In Word en andere Microsoft Office producten kun je je teksten laten controleren op spelling en grammatica. Ook in Word 365 is dat zo, maar er zijn meer opties samengevoegd onder één knop, namelijk de knop Editor. Hoe je hiermee kunt werken zie je in deze how-to. Ik heb een document geopend in Word 365. Je kunt de editor starten via het tabblad Start of via het tabblad Controleren. Zodra het venster aan de rechterkant wordt geopend, wordt het totaal aantal suggesties geteld. In dit geval zijn het er 17. Ze zijn onderverdeeld in correcties en verfijningen. Je ziet dat in het document de rode lijntjes onder de woorden die wellicht verkeerd zijn gespeld verschijnen. Hier zie je dat het er 14 voor spelling zijn, 2 voor grammatica en 1 voor woordkeuze. Als je op het blauwe vlak klikt, kun je door alle suggesties bladeren. En dat begint dan met spelling. Maar je kunt ook op elk onderdeel afzonderlijk klikken. In het document is het eerste woord geselecteerd. Je kunt aangeven of je dit wilt veranderen in een van de genoemde suggesties. En als je het niet wilt veranderen, klik je op eenmaal negeren. Het volgende woord wordt geselecteerd. Hier is maar één suggestie en niet de gewenste. Dan kun je in het document de fout verbeteren. Daarna klik je op controleren van spelling hervatten. We gaan verder met het controleren. Met de pijl bovenin kun je naar een volgend woord bladeren. Het voorgaande woord wordt dan niet verbeterd en niet genegeerd. Je ziet dat de rode lijn onder het woord blijft staan. Als je een woord in het hele document niet wilt wijzigen, klik je op Alles negeren. Zodra je bij het laatste woord bent, kom je automatisch terecht bij het woord of de woorden die zijn overgeslagen. Daarna ga je door naar de grammatica en geef je aan wat er moet gebeuren. In dit geval staat er bijvoorbeeld een spatie te veel. Ook bij woordkeuze worden suggesties gegeven. Als je klaar bent krijg je deze melding. Hier kun je de instellingen in beeld brengen. In het venster opties voor woord. Je kunt bijvoorbeeld aangeven of woorden in hoofdletters genegeerd moeten worden. Woorden met getallen worden standaard wel genegeerd. Als je dat niet wilt, verwijder je hier het vinkje. Hier kun je aangeven of je tijdens het type spelling en of grammatica wilt laten controleren. Dan krijg je dus direct de rode lijntjes onder verkeerd gespelde woorden te zien. Bij grammatica zijn het overigens blauwe lijnen. En bij grammatica kun je ook nog laten controleren op vaak door elkaar gehaalde woorden. En tot slot, ook met F7 kun je het venster Editor openen. Tot zover deze auto over het Venster Editor in Word 365.